In 2020 verscheen er een brief van Raymond Knops met daarin de beleidslijn rondom open source. Open tenzij stond daarin geschreven. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die tenzij verdwijnt? Hoe halen we staatsrechtelijke belemmeringen weg en implementeren we open source rijksbreed? Al met al, hoe kunnen we ervoor zorgen dat open source omarmd wordt binnen de gehele overheid, zodat deze verweven raakt met de publieke dienstverlening van de toekomst? Arjan Witlak is directeur van de Kafka-brigade en hij is onderzoeker. Dit doet hij met een blik op de informatietechnologie en de impact hiervan. Ik ben vandaag hier in Amsterdam en ik ben bij hem thuis uitgenodigd om hem te horen over zijn visie op de ontwikkeling van open source binnen de overheid. Goedemiddag Arjan. Hey, goedemiddag Marie. Leuk dat je er bent. We gaan het hebben over open source. Er is een kamerbrief open tenzij. Kun je eens vertellen wat daarmee gecommuniceerd wordt? Ja. Uh, de Kamerbrief Open Ten doet een toevoeging aan het bestaande beleid. Het bestaande beleid was dat open source software in aanbestedingen gelijke kans moet krijgen. En bij gelijke geschiktheid heeft open source de voorkeur. En de Kamerbrief voegt daar nou aan toe dat ook software die overheden zelf produceren of laten produceren, dat die actief openbaar gemaakt moet worden. De overheid kan, neem ik aan, niet altijd open software gebruiken, omdat sommige software ook vertrouwelijk moet blijven, lijkt me. Of klopt dat niet? Ik kan me voorstellen dat er soms dingen vertrouwelijk moeten blijven. Uh, maar dat betekent niet dat je geen open source software kunt gebruiken. Ik begrijp heel goed dat die mensen de associatie maken. Die associatie zit eigenlijk ook in de beleidsbrief. Maar het klopt niet. Uh, want er is helemaal niemand die je verplicht om, als jij iets wijzigt, om dat openbaar te publiceren. Wij kennen die werkwijze inderdaad van, van de open werkwijze die, een, die de open source licentie mogelijk maakt. Organisaties die software publiceren op platforms, daar, omdat het een gestandardiseerde licentie is, drempeloos met elkaar samenwerken. Dat maakt een open source licentie inderdaad mogelijk. Maar wat een open source licentie ook mogelijk maakt, is inderdaad die gebruiker daar een aanpassing aan doen en dat vervolgens. Uh, geheim houden, het, het werkelijke punt, zit hem in de controle. Ja, en hoe gaat zo'n controle dan? Nou ja, je hebt dus zelf controle. Het staat niet onder controle van een private organisatie. Ja, en dat maakt het dus open source. Open source software is software, inderdaad, die jij voor elk doel mag gebruiken, die je uh, mag aanpassen. Je mag die software distribueren, hoef je niet. En als je dat doet, ja, als je dat doet, dan moet je de broncode meegeven aan degene aan wie je het geeft. Ja. Niet aan de hele wereld. En welke rol hebben aanbestedingen en inkoop in de implementatie van open source software? Wat we denk ik echt moeten leren bij de, bij de inkoop, is dat we ons beter realiseren wat we kopen. En dat we namelijk voor de bulk kopen voor dienstverlening. We kopen rechten. En wat er nu heel vaak natuurlijk gebeurt, is dat heel veel dienstverlening eigenlijk helemaal zich verweeft met het gebruiksrecht op die software. Alsof het allemaal bij één product hoort. Terwijl, ja, wat kopen we eigenlijk? We kopen aan de ene kant rechten en aan de andere kant dienstverlening daaromheen. En als we dat scherper uit elkaar trekken, kun je ook veel beter inkopen. En dan wordt een overheid uiteindelijk ook gewoon. Uh, beter van, want op het moment dat je dat niet doet, als je het niet als een overdraagbare taak formuleert, ja, dan krijg je dat allemaal terug als exitkosten aan het eind van het traject. Die, die gemakzucht van ontzorgd willen worden, ja, die komt als een boemerang. Gemak aan het begin is pijn aan het eind. Moet de overheid dan in de praktijk zelf softwareontwikkelaar worden nu ze steeds meer met open source gaan werken? Nee. Ook dat is een associatie die veel mensen hebben: van je moet het allemaal zelf doen of met gedetacheerd personeel. Maar juist het tegendeel is waar. Omdat die software zo makkelijk over te dragen is, want ik kan gewoon de rechten overdragen, kan ik met allerlei bedrijven werken, kan ik met allerlei marktpartijen werken, kan ik ook veel makkelijker kennis uit de markt halen. Sterker nog, ik kan zelfs met twee verschillende bedrijven tegelijkertijd. En de software die ik echt zie als onderdeel van mijn organisatie uh, werken. Dat hoeft helemaal niet sequentieel. Nu gaan we om de vier jaar opnieuw aanbesteden. Uh, dus je kunt veel beter eigenlijk een markt creëren die ook werkt als een markt. En hoe zie jij open source zich de komende jaren binnen de overheid ontwikkelen? Iedereen groeit nu ook op hè, met de mogelijkheid dat je eigenlijk heel snel software kunt ontwikkelen. Omdat... Er allerlei componenten zijn, databases, interfaces, waarmee je eigenlijk heel snel um, iets kunt ontwikkelen. En het zou toch eigenlijk heel raar zijn dat juist in de sector waar waarden als publieke toegang, transparantie, uh, publieke controle, onafhankelijkheid het allerbelangrijkst zijn, dat ze juist daar in de val van papieren. Zekerheden zouden blijven lopen. Klinkt alsof we straks heel veel tijd overhouden, want wat voor dingen hoeven we dan niet meer te doen? Ja, wat we bijvoorbeeld niet meer hoeven te doen, uh, is een hele hoop papieren tijgers optuigen. Zolang uiteindelijk software onder private controle staat, en waarmee je dus een stuk afhankelijkheid organiseert. Moet je al die dingen die echt noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld ook de technische transparantie die soms nodig is als de rechter een uitspraak doet naar een andere procespartij. Die moet je allemaal op papier zeker gaan stellen van tevoren, want als je het niet doet, ja, jij bent niet in controle. Dus met name heel veel van dit soort papieren zekerheden hoeven we niet meer op te tuigen. En zijn er ook gesprekken of discussies die medewerkers van de overheid straks niet meer met elkaar hoeven te voeren? Nou, een discussie denk ik, die we straks echt niet meer hoeven te voeren is hè, dat we misschien leuk een beetje kunnen hobbyen, eh, maar op het moment dat we iets serieus gaan doen, dat we dan niet meer met de amateurs gaan werken. Terwijl ik denk wel dat we straks allemaal weten dat als je dat zegt, dan ben je eigenlijk de echte amateur, want dan heb je dus duidelijk niet door dat bijna alles wat we om ons heen zien voor het grootste deel uit open source software. Uh, bestaat. Dus we kunnen er eigenlijk gewoon niet meer omheen. We kunnen er niet meer omheen. Matthijs Groense werkt op het snijvlak tussen ICT en dienstverlening. Met behulp van technologieën probeert hij de dienstverlening aan burgers te optimaliseren. Ik ben heel benieuwd welke stappen we moeten zetten om de open source ambitie te realiseren. Nou, Matthijs, we hebben jou in het eerste inzicht al gezien over wat open source werken nou eigenlijk is. En dan gaan we nu naar de praktijk. Want wat is daar de grootste uitdaging op het gebied van open source werken? Eigenlijk open source bestaat al heel erg lang en er zijn heel veel mensen die zich bezighouden met open source software. Dus er is al heel erg veel bekend over hoe je dat het beste kan doen en hoe dat moet. Alleen wat wel de grootste uitdaging is, is dat het voor de overheid nog best wel nieuw is. En uh, ik denk dus dat we heel veel kunnen leren over uh, open source software projecten die al bestaan. Maar de grootste uitdaging voor ons zit er dan denk ik toch wel op het juridische vlak, omdat het juridisch gezien uh, niet meer werk is, maar wel anders is dan wat we gewend waren. Dus je moet nagedenken over andere licentievormen, je moet nagedenken over intellectueel eigendomsrecht. Uh, misschien is wat je doet in strijd met een uh, uh, wet, markt en overheid. Dus dat zijn allemaal onderwerpen waar je kennis van over op moet gaan doen. En vaak is die kennis er nog helemaal niet. Dus dan ja, moet je jezelf daarop uh, in gaan werken. Dus dat is best wel een uitdaging vaak. Ik hoor je praten over licenties. Wat zijn dat precies? Er zijn er, om te beginnen heel veel verschillende open source uh, licenties. Uh, dus als je gaat googlen, dan krijg je hele lange lijsten. Maar ik denk belangrijk om te weten is dat een licentie grofweg twee dingen doet. Dus aan de ene kant beschermt het uh, in zekere zin degene die de software publiceert. Dus als iemand uh, die software gebruikt en de computer gaat stuk... Dat hij bijvoorbeeld de, uh, degene die de software gepubliceerd is, niet kan aanklagen daarvoor. Um, aan de andere kant zegt een licentie ook iets over wat de andere partij mag doen met de software. En uh, ik denk dat er grofweg drie typen licenties zijn. Uh, om te beginnen heb je een licentievorm die eigenlijk zegt van, nou je mag doen met die software wat je wil. Uh, zolang je maar zegt dat je gebruik maakt van uh, mijn stukje open source. Uh, maar daar hoef je alleen maar een vermelding van te maken, meer niet. Een tweede vorm is dat je zegt ja, je mag mijn uh, open source software gebruiken, maar je moet altijd dat stukje uh, wat je gebruikt open source houden. Je mag dat niet commercieel gaan verkopen. En dat is denk ik wel belangrijk, ook voor de overheid om te weten. Uh, kies een licentievorm dat je als je iets openbaar maakt of iets publiceert, uh, dat je het niet daarna commercieel terugverkocht krijgt aan jezelf. Hè? Dus dat is goed om over na te denken. En een uh, derde licentievorm is dat je, uh, als je iets open, uh, hergebruikt, niet alleen maar uh, het stukje wat je hergebruikt openbaar moet houden. Maar ook alles wat je erboven opbouwt en aan toevoegt, uh, ook open source moet zijn. Nou, dat is best wel een beperking voor degene die het hergebruikt. Dus het is belangrijk om na te denken welke van deze drie typen licenties je uh, gebruikt. Wat zou de overheid nu al kunnen doen om open source te gaan werken? Een van de dingen die echt nodig is, is dat mensen binnen overheidsorganisaties. die zich bezighouden met het ontwikkelen van nieuwe software. of het aanschaffen van nieuwe software. echt het voortouw gaan nemen om open source software te gaan gebruiken. of zelf te gaan maken. Je merkt, omdat we zo gewend zijn om. eigenlijk software, closed source software. aan te besteden, dat we. Ja, toch even mensen nodig hebben die zeggen: hé, hey, het kan ook anders. En ik denk dat als we dan een stap verder komen. Dat het wat makkelijker is om het gewoon onderdeel te gaan maken van de standaard inkoopprocedures. En uh, dat uh, inkoopjuristen of juristen in algemene zin steeds meer beginnen te begrijpen van hoe open source werkt. Maar ik denk dat we moeten beginnen met een aantal mensen die echt uh, toch een beetje uh, ja, het voortouw gaan nemen en uh, open source op de kaart gaan zetten. Je hebt de hele organisatie nodig om het te implementeren. Wees je daarvan bewust. Kijk ook al wat er al is aan de open source en hoe dat is geïmplementeerd en leer daarvan. De overheid kan gewoon naar een bedrijf gaan en zeggen: wij willen die software en we willen dat jullie het open source maken. Met jullie gedisciplineerde ontwikkelingsmethode. Ja, en je ziet uh, dat, uh, dat de ontwikkeling van open source binnen het ministerie van VWS. Een stuk verder is dan dat het twee jaar terug was. En die Corona app heeft daarbij gewerkt. Dus zoek ook zo'n soort uh, uh, toepassing in jouw organisatie waar je mee kan beginnen. En dan komt de rest vanzelf. Samenwerken, met name over overheden heen, uh, dat past gewoon heel erg goed. De open source is daar gewoon een heel goed middel voor. Hem. Uh, omdat je gewoon veel makkelijker bij elkaar in de keuken kunt kijken van hoe werken we bij jou, uh, software kunt hergebruiken. Ja, en als overheid is dat gewoon een uh, super groot voordeel, want uh, we zijn allemaal niet mekaar's concurrenten, dus dat is alleen maar, uh, alleen maar goed. Heb je durven bespreken met de mensen om je heen waar, uh, waar je aan werkt? Heb je durven uh, vertellen wat je beleidsopties zijn? Heb je durven vragen aan je leidinggevende, mag ik dit, mag ik dit bespreken met de buitenwereld? Uh, dus de eerste stap naar openheid is hem zelf, uh, zelf gaan maken. There is no opportunity that's better than right now to really start to make sure that we can integrate the interests of the people, <laughs> you know, above just business as usual that we've had for all, you know, the last uh, probably 40 years.